Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer mee in deze week. En vandaag ga ik bruidsjurk maken. Super veel zin in om daarmee aan de slag te gaan. En ik vind het leuk om met jullie te delen. Dus kijk gezellig mee in deze vlog. Ik heb de bloemen allemaal achter me schoongemaakt en vast klaargelegd. En ik ga nu beginnen met het binden van het bruidsboeket. En dan heb ik een kleine versie voor het bruidsmeisje. Ook echt prachtig. Heel mooi van kleur. Pastel, zalm, wit. Heel mooi. Goedemorgen, het is echt nog heel vroeg, dat kun je allemaal zien. Ik heb nog niet helemaal klaargemaakt, maar ik ga nu al eerst het bruidsjurk klaarmaken. Ik ga even de laatste afwerkingen doen, zodat het klaar is en wordt al heel vroeg opgehaald. Dus ja, gaan we aan de slag.
Dit zijn de bloemetjes voor de taart. Die heb ik netjes afgewerkt staan op watten, omdat het vandaag best wel warm was. Heeft het toch iets meer ruimte, of sterk is dat toch iets sterker. En dan heb ik ook nog wat losse schipskruid wat de bakker dan kan gebruiken. Heel mooi die kleuren. Dan heb ik hier twee toeven en die komen aan de bolderkar. Daarin wordt één dochtertje naar voren getrokken door het andere dochtertje. Dus die komen aan de zijkant. Zo alles een beetje met het eucalyptus en dus deze komen daar aan. Dan hebben we hier de bloemstukken voor aan de spiegels. En het wordt vandaag heel warm. Het eucalyptus en het gipskruid en er zit wat droppen in. Die hebben daar geen last van. Maar de pioenen heb ik wel op water gezet. En dat heb ik mooi weggewerkt in dit bindpunt. En dat heb ik aan deze kant ook gedaan. En dus daar zit ook mooi pioenen in. En deze komen aan de zijkant van de spiegels. Dus dan hebben we de bloemen voor de bolderkar. Of nee, de bloemen voor de auto. Hier is de bloemen voor de bolderkar in dezelfde stijl. De corsage voor de bruidegom natuurlijk mooi afgewerkt. En hier heb ik de bloemen voor de taart. Met nog wat los schipskruid voor de taart als de bakker die eventueel wil gebruiken. Dan heb ik hier nog toefjes en die komen in kleine vaasjes. Het zijn gewoon kleine pionen met het schipskruid. Dan heb ik hier het bruidsboeket. Echt, hij is zo mooi geworden. Ook afgewonden in dezelfde stijl, natuurlijk met een mooi pareltje. En voor het bruidsmeisje heb ik dezelfde, alleen dan in een kleinere versie. En zoals je net kon zien, plakte ik hier een blaadje achter. En daar zit nog een extra magneetje achter. Zo, dat is allemaal gelukt. Het is allemaal afgeleverd. De bruidegom heeft het opgehaald. Het uitleg is verleend. Dus ja, blij dat het is afgeleverd. Ik ga nu gauw verder met bestellingen. Zodat ik het mooi op tijd klaar heb. En ik heb heel veel bestellingen voor boeketten. Ik moet het tankstation nog bevoorraden. Dus we gaan gauw verder met de dag. Zo, ook de pakketten zijn ingepakt. Dus tijd om te gaan bezorgen. Zowel de boeketten als de pakketten breng ik naar het postkantoor. Al denk ik wel dat ik vaker moet rijden, omdat het niet in
in de auto past. Maar we zullen zien. Gauw die kant. Zo, ik ben lekker aan het werk. En zoals je achter me ziet, ben ik druk bezig met het inpakken van allerlei DIY-pakketten. Want ondanks het warme weer hebben jullie heel veel besteld. Dus echt superleuk. En daarnaast is gisteren ook de video online gekomen met de nieuwe artikelen die te koop zijn. Dus die zijn ook volop besteld. Maar ik ga eerst de DIY-pakketten wegdoen. Ik zorg dat die vanavond dan op de post gaan, zodat iedereen ze morgen weer heeft. Dus lekker aan de slag. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag. Nee, ik ga bestellingen klaarmaken. Ik heb echt heel veel bestellingen en ook veel bezorgingen. Dus gauw aan de slag. Zo, de bloemen staan in de auto, dus die ga ik bezorgen. En daarmee ga ik ook deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat je weten wat je van het buiten vond. Wat je van deze vlog vond. Laat gewoon een leuke reactie achter. Ik ben heel benieuwd. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer. Doeg!